Marco van der Kuilen, jij bent huidige voorzitter van VVC. Toen je werd benaderd voor het voorzitterschap, was je toen op de hoogte over de rijke historie van de club? Nee, helaas niet. Nee, natuurlijk wel, je kent ook Bonden wel of VVC van vroeger wel. Dat, in die tijd was ik ook jong en dan heb je het op tv gezien en zo en bij de Nors en dergelijke. Maar verder had ik geen enkele binding met volleybal en met VVC. Nee, maar jij was in het verleden volgens mij waterpoler en je bent nog steeds tennisser. Hoe kom je in hemelsnaam bij VVC terecht? Ja, dat klopt. Mijn kinderen. Mijn oudste dochter ging volleyballen. En vervolgens ging de jongste dochter volleyballen. En nu sinds een half jaar doet ook de zoon volleyballen. En zelfs mijn vrouw is aan het volleybal geslagen bij een recreantenteam bij VVC. Er heeft van de week een heel stuk in het Brabants Dagblad gestaan. Ja, de rijke historie is voorbij. Wat is nu op dit moment de doelstelling van VVC? Doelstelling is eigenlijk gewoon, we hebben 200 leden om gewoon een leuke volleybalvereniging te zijn en die 200 leden gewoon een mooie sport te bieden. Het echt oude top, wat we vroeger natuurlijk in de jaren was, ja, die hebben we op zich afgeschreven en is niet de doelstelling op dit moment. Nee, de bedoeling is dat het hier weer lekker gaat leven met een hoop enthousiasme. Ja, je bent waarschijnlijk al vanaf vanmorgen al direct erbij betrokken geweest. Dat kan ook niet anders dan voorzitter. Ja. Een clinic is er geweest. Er is net een onderling en zijn er wat partijtjes geweest. En dadelijk de Dream Team wedstrijd. Ja. Wat staat er nog meer op programma en ben je tot op heden tevreden? Zeer tevreden. Het is echt, de clinic met Dikke Vreeriks was echt top. Het was heel leuk om te zien, de hele zaal vol met kinderen. En Nico die daartussen stond. Ja, zometeen verheugt iedereen. Je ziet nu, iedereen komt binnen. Ook allemaal oude mensen van ouderen van VVC die in het verleden het VVC gehad hebben. Komen nu leuk binnen. En het is, ja, hopelijk een mooie dreamteamwedstrijd. Daarna hebben we een reunie. Dus eerst even rustig naar de wedstrijd. Kan iedereen gezellig kletsen, wat eten en wat drinken. En om 8 uur gaat het grote feest los. En dan, gaan de voetjes van de vloer af als het goed is. Hoe kijk jij terug op jouw periode bij VVC? Ja, een hele leuke periode. We hebben hier echt hele mooie tijden gehad. Veel enthousiasme, leuk publiek, leuke wedstrijden, mooie kampioenschappen. Veel hoogtepunten. Ja, natuurlijk ook bloed, zweet en tranen, maar dat hoort erbij. 3 keer landskampioen geworden, nog een keertje kampioen in de eerste divisie. Dus ja, wat is dan het mooiste? Alles was een hoogtepunt. Ja, het is 1 groot hoogtepunt. Dat is mooi. Wat heeft de periode bij VVC jou persoonlijk gebracht? Ja, heel veel. Ik ben hier gekomen als 16-jarig meisje en ik ben hier ontpopt tot ervaren speelster en ik heb het hier ook netjes af mogen maken. Dus het is een hele groei geweest en VVC heeft alles van mij meegemaakt. Ja, je hebt zelfs door VVC ook het Nederlands team bereikt. Ja, vanuit Jong Oranje werd ik gescout om bij VVC te komen spelen en vanuit de trainingen die je bij VVC doet, kon ik mooi doorgroeien naar het Nederlands team. En daar ook nog 2 jaartjes mee mogen maken. Ja, dat was nog in de tijd van de bondscoach Pieter Murphy. Ja, het eerste jaar was onder leiding van Pieter Murphy. En het tweede jaar was onder leiding van Bert Goedkoop. Mooie periode geweest. En nu nog steeds actief als volleybalster? Nee, niet meer actief als volleybalster. Ik ben 8 jaar geleden denk ik gestopt. En ik wilde niet meer zoveel trainen en het lichaam wilde ook niet meer op een gegeven moment. En dan kun je lager gaan spelen, maar daar kon mijn kopje niet aan. Want mijn kopje wilde gewoon nog steeds eruit halen wat erin zat, maar dat was niet meer wat ik zelf verwachtte. Toen heb ik gezegd van ja, daar haal ik geen voldoening meer uit. Dus toen ben ik helemaal gestopt met volleybal. Maar vanmiddag toch nog weer even met het Dreamteam het veld in waar je toch voldoening uit hebt gehaald, denk ik. Ja, het is heel leuk om sowieso iedereen alweer bij elkaar te trommelen. Dat is heel leuk. Iedereen weer, ga je toch weer contacten, want het contact verwatert als je elkaar niet meer ziet. Dus voor deze gelegenheid iedereen weer bij elkaar getrommeld. Nou, de gesprekken op de app die zijn niet meer te volgen. Er zijn uren in gaan zitten. Ja, ik mag daar zelf ook deel van uitmaken van die app, dus ik heb veel kunnen volgen. Kun je een paar namen in ieder geval noemen die vanmiddag voor ons gaan spelen? Er gaan een aantal die het landskampioenschappen mee hebben gemaakt. Andra Appie natuurlijk, een bekend iemand in Vught. Claudia van Tiel, Joske Veldhoen, Nathalie Feijen nog uit de beginjaren. Marcia, spelverdeelster van destijds. Sandra van den Berg. Je zult het straks zien. Ja, inderdaad, dat gaan we zeker zien. Is er bij jou ook nog steeds die drive om te winnen? Ja, tuurlijk, dat zit erin. Ik denk dat dat erin zit, dat zit in alles. Je wilt eruit halen wat erin zit. En niet alleen binnen het volleybal, maar je merkt het ook in je dagelijkse leven. Ja.
dat is een mentaliteit die zit erin. Die kun je niet kopen, die kun je niet leren. Daar heb je of daar heb je niet, denk ik. Andra Apiné. Ja, dat ben ik. Dat ben jij inderdaad. Je bent vandaag in Vught voor het 50-jarig jubileum van VVC. Hoe kijk jij terug op de tijd bij VVC? Zo, dat was toch wel een hele leuke tijd. Heb ik heel veel meegemaakt in die tijd ook. Maar vooral hele leuke dingen en heel veel geleerd ook. Ja, want je komt van origine uit Letland. En je kwam hier in Vught terecht. Was dat niet een hele grote omslag voor jou? Ja, dat was best wel inderdaad anders dan in mijn land waar ik kom vandaan. En was totaal anders. Qua ook land natuurlijk. Qua denken, gewoontes. Dat was het wel inderdaad voor mij een soort cultuurschok. Ik heb het wel, zoals ik heb gezegd, heel veel geleerd van die tijd. Ik was vrij gesloten en als weer toen ook gevraagd zeg maar, om de mening. Wat is jouw mening? Dan denk ik, mijn mening? Iemand vraagt om mijn mening. Dat was niet gewoon in mijn land. Dus gewoon dan wordt iets gezegd wat je moet doen. En hetzelfde tijdens de spel bij elkaar komen en juichen en enthousiast zijn van gewonnen punt. En van mij was dat, ik heb gescoord. Nou ja, dat is het waar ik sta voor. Ik moet gewoon de bal rammen en zorgen dat wij winnen de wedstrijd. Maar hier wordt het ook meer plezier weer ook in de spel gemaakt. Dus dat is voor mij, ik moest wel best wel wennen aan dat soort zeg maar, omgang in de spel. Ben je nog steeds actief als volleybalster? Ja, dat is ook nog. Ik speel nog steeds, spelen, af en toe val ik in. Bij Volley Tilburg. In ieder geval train ik wel elke dag. Niet elke dag, elke week. 1 à 2 keer in de week. Bij Dames 2. Dat is vorig jaar derde divisie. Wij zijn gepromoveerd naar tweede divisie. Dus dat betreft, volleybal spelletje kan ik niet laten. Dus dat blijft mijn passie. Ja, mooi. Vanmiddag ga je met een heel stel oud-vriendinnen een wedstrijdje spelen tegen elkaar. Heb je er zin in? Zeker, dat ook nog vooral. Maar met oude speelsters, met welke wij gaan nou verder spelen of ontmoeten, heb ik wel nog steeds best wel veel contact. Aan elkaars verjaardagen en zomaar afspreken of gaan we stappen. En, dus contact is nog niet verloren. Nou leuk, heb je nog steeds de drive om te winnen? Ja, natuurlijk. Anders speel je niet, anders doe je niet deze spelletje. Dus dat houdt het, gewoon die beetje die adrenaline. En het is gewoon meer uithalen, de beste. Wat is het, zeg maar... Oh.